Kijk niet langs voorhand, mensen. Oh jeetje, Frans. Frans ging naar zijn handdoek toe. Ik vond het ook zeer stoer en zeer gewaagd van hem. Voor lef een 10. Nou, ik ben Tjur de Wit en ik ben in wezen de oprichter van tennisvereniging Carolus. In der tijd aan de Europaweg als onderdeel van het Carolus College. Het Carolus College heeft daar later mee gestopt en toen werden wij geconfronteerd met het gegeven dat wij niet meer konden tennissen. En hebben wij het contact opgenomen met het schoolbestuur om te kijken in hoeverre dat wij de tennisbanen zouden kunnen overnemen als vereniging. Om daar met een vereniging te stichten, te gaan tennissen. Dat heeft veel aandacht gehad. Het was veel werk omdat wij een forse concurrentie hadden van andere bedrijven die daar ook op een gegeven moment hun tennissport wilden gaan ontwikkelen. Uiteindelijk hebben we toch het zaakje gewonnen. En als je nu ziet wat er na 40 jaar tot stand gekomen is, dan hebben we echt 40 jaar achter de rug waarbij de tennissport in Helmond zich geweldig ontwikkeld heeft en waar Carolus een geweldige bijdrage aan geleverd heeft. Inmiddels is de tennisvereniging natuurlijk van de Europaweg af verhuisd naar Brandenvoort. En in Brandenvoort hebben ze zich een plaats gevonden tussen Mierlohout en Brandenvoort in. En heeft daardoor dus een geweldig gezellige en een gezonde vereniging tot stand kunnen brengen. Als je ziet dat op dit moment meer dan 1000 leden van Carolus hun plezier iedere dag hebben op deze tennisbanen, dan hebben wij 40 jaar geleden een geweldig goede zaak gedaan. En zijn wij ontzettend dankbaar dat wij op dit moment dit feest hier zo mogen meemaken. Carolus proficiat. Onze hoofdcoach en ik wil hem nog een applaus geven. En twee van onze talentvolle spelers.